Nou ben ik zelf nooit in India geweest, maar van mensen die in India zijn geweest, hoor je altijd dezelfde dingen terug. Het is zo heftig, de armoede die je daar tegenkomt. Ja. Dat je je bijna afvraagt hoeveel geld je er ook tegenaan gooit als Hartwell uit Breda, als Robert uit Breda. Waar zie je de vooruitgang? Waar zit voor jou de inspiratie waardoor je zegt van ja, ik moet het blijven doen? Wat heb je daar gezien waardoor je toch geraakt? Want die foto, ja, dat zegt ook wel veel, hoor. Daar zie ik ook al heel veel in. Maar ik ben gewoon nu uit jouw mond te horen. Ja, ik was echt sprakeloos. Ik ben, toen ik echt die stoppenwijken ben ingegaan, ook heb gezien hoe die mensen leven. De cameraman die er toen bij was, zei, heb je een reactie? Ik had geen reactie. Ik had nog nooit zoiets gezien. Gewoon, dat kan je niet eens voorstellen. Mm. Die mensen hebben niet eens een toilet. Er zijn geen eens basisbehoeftes. Weet je wel? Wij lopen hier te klaar als onze uploadsnelheid van onze wifi te langzaam is. Die mensen hebben geen toilet, geen douche. Ze hebben helemaal niks. Geen eten. Ze slapen met 8 kinderen op 1 matras. En het is ja echt... Ja, toen ik dat had gezien, weet je wel. En als ik nu in de positie ben dat ik dingen terug kan doen, dan... Dat gaat bijna vanzelf. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Er was één moment tijdens het concert dat je met de Indiaanse vlag zwaait. Maar dat doe je op de muziek van Oasis. Kijk even mee. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Ja, even voor de duidelijkheid, hè, want ze moeten natuurlijk op je website inschrijven. Dus sowieso krijgen de mensen die kunnen schrijven, die kunnen komen. Ja. Dus er zijn wat rijkere Indiaanse mensen met telefoontjes. En je haalt het op voor de armere Indiaanse mensen. Maar hoezo Oasis, Hartwell, Indiaanse vlag? Leg even uit wat je hier aan het doen bent. Ik zocht gewoon een mooi moment om inderdaad de vlag gewoon tevoorschijn te toveren. Om een soort van respect te tonen en liefde te tonen. Ik bedoel, zonder die mensen die daar staan had ik dit niet kunnen doen. Hmm. En was het eigenlijk niks waard geweest. Het is grappig, jij hoort naar Oasis. Dit is mijn eigen, ik heb een eigen, zo heet dat, een bootleg gemaakt. Dus een onofficiële remix van Oasis. En die draai ik op dit moment. En dit is zo'n mooi breed moment, zo'n emotioneel moment. Dat ja, die vlag die het was, maakte het net het momentje af. Als kerst op de taart. Kennen ze het nummer daar? Dat ben ik als DJ ook benieuwd naar. Als je naar een feestje gaat, dan neem je toch altijd de platen mee die passen op het juiste feestje. Ja. Maar jij draait natuurlijk je eigen set. Werkt dat ook daar? Oasis altijd? Kennen ze wel, ja. Maar ja? Dat is ook zoiets. Met India, ik had echt zoiets van... De eerste keer dat ik daar ging toeren, wat kennen die mensen? We weten, 90% van die mensen is helemaal compleet opgegroeid met Bollywood-muziek. Dat is echt eigenlijk wat ze allemaal kennen daar. Ja. En ik heb gisteren letterlijk als een concert... Ik heb bijna 95% alleen maar van mijn eigen platen gedraaid. En ze zingen alles mee en ze kennen alles daar. Ik heb een introotje gezien wat je daar had. En dan had je de hele tijd fragmenten van jouw tracks. En bij elke keer was wow. En dan kwam het nog niet, want toen moest jij nog opkomen. Ja. Dat zag er echt vet uit. Ja, het was echt, ja, het is voor mij ook de grootste show die ik ooit heb gedraaid. Het is gewoon onvoorstelbaar. Is dit een eenmalig ding of ga je dit vaker doen uiteindelijk? Uiteraard wil ik het heel graag vaker doen. Er komt alleen echt voor dit evenement. Ja. Ik denk, ook als mijn management aankijken, het hele team wat ermee bezig is geweest. En dat we allemaal zoiets hebben van, we gaan echt de volgende plannen. Je gaat echt een jaar lang voorbereidingen aan vooraf om zo'n evenement echt, ja... goed te laten verlopen. Je management denkt van, nee. Laat Robert niet zeggen, we willen dit elk jaar. Maar elk jaar zou niet te doen zijn. Hoe haal je uiteindelijk op? Is dat al bekend of is dat heel onduidelijk? Nee, want we hebben ook het geld, hoeveel die we hebben opgehaald, is nog niet duidelijk. Wat gisteravond duidelijk is geworden qua telling, is dat we nu al meer dan 18.000 kinderen hebben voorzien voor 10 jaar educatie. Dat staat nu vast. Zo. En dan moet zeg maar inderdaad nog drankomzet bij dingen die merchandise, wat er op VIP-deck is omgezet. Ik weet nog niet exact wat elke sponsor heeft gedoneerd. Dus het wordt nog veel meer, maar we zitten nu al op 18.000 kinderen.